Schiphol heeft 8 oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters geopend. De luchthaven speelt hiermee in op de wens van bezoekers en werknemers. Voor Schiphol is het bovendien een logische stap om het gebruik van elektrisch vervoer op het luchthaventerrein te stimuleren. Ten eerste uiteraard uit milieuoogpunt. Ten tweede om ook het personeel, ons eigen personeel en personeel van al werkzame bedrijven te enthousiasmeren om wat vaker met de fiets te komen dan wel met een elektrische bromfiets. Wat tenslotte CO2-neutraal dan wel CO2-zuinig is. En we richten ons ook natuurlijk op onze toerist die hier met de fiets komt in de zomer. En daar zijn best wat ouderen bij met uiteraard de elektrische fiets. Bij deze fiets is het zodanig dat de accu's zitten in de tassen verborgen, waardoor die eruit ziet als een gewone fiets en eigenlijk niet meer gezien wordt als een oude lullenfiets. Het is een fiets met trapondersteuning. Het is net een duwtje in de rug als je nodig hebt als je op de dijk fietst met tegenwind. Het innovatieve is ook nog dat dus de fiets stevig staat, omdat het gewicht van de elektrische fiets over het algemeen achterin zit, vouwt er een vork om je frame heen, waardoor die eigenlijk niet meer een verbogen voorwiel kan krijgen. En hij staat veilig en vast en droog. Dit oplaadpunt is zowel geschikt voor fietsen als voor elektrische scooters, of brommers. En daarvoor zijn er dus 2 units nu geplaatst. En in ieder unit kunnen 2 scooters en 2 fietsen. De pilot is voor mij geslaagd als die ongeveer gedurende een half jaar redelijk tot goed gebruikt wordt. Wil je gebruik maken van een oplaadpunt? Dat kan. De gratis oplaadpunten bevinden zich onder de traverse tussen Schiphol Plaza en het Sheraton Hotel.